Ik ben hier geboren, dus... Ja, een echte Dordtenaar, dus. Ik ben een echte Dordtenaar. Ja. Welkom bij Schilders TV. Ik ben al aardig wat verhuisd in mijn leven, maar ik ben geboren in Dordrecht, een echte schilderstad. En vandaag gaan we een duikje nemen in de geschiedenis en op bezoek bij de hedendaagse schilder. Dordrecht is de oudste stad van Nederland en daarnaast een echte schilderstad. In 1774 werd het Dordtse tekengenootschap Pictura opgericht. Alle schilders uit Dordrecht in de middeleeuwen waren hierin verenigd. Pictura bestaat zelfs nog steeds en is tegenwoordig gevestigd in een oud pand aan de Voorstraat. Het is nu een kunstinstelling met leden uit de regio van Dordrecht en daarbuiten. Een van de bekendste Dordtse schilders is Arie Scheffer, van Frans-Nederlandse afkomst. Hij was dan ook bekend om het maken van de kopstukken van de Franse romantiek. Ondanks dat heeft hij zijn geboortestad nooit vergeten en hing er in het Dordrechtse museum al werken van toen hij nog leefde. Het lijkt erop dat de schilder van toen een speciaal plekje in zijn hart had voor Dordrecht. Ik ben misschien geboren in Dordrecht, maar ik ben er zeker niet opgegroeid. En ik moet toegeven dat ook al hou ik nu van de stad, dat tot pas kwam toen ik 13 was, toen ik voor het eerst van mijn moeder mocht gaan shoppen daar. Tegenwoordig zijn er nog steeds een hoop schilders te vinden in Dordrecht. Vandaag gaan we er bij een op bezoek en kijken hoe het nou is om een echte Dordtse schilder te zijn. En natuurlijk of zij ook zo gehecht zijn aan hun stad. Nou, jullie bedrijf zit natuurlijk in Dordrecht. Ja. Komen jullie hier zelf ook vandaan? Ik ben getogen. Ik ben hier geboren. Dus... Ja, een echte Dordtenaar. Ik dus. Ben een echte Dordtenaar. Ja. En wat is er nou zo mooi aan werken in Dordrecht? Ja, allemaal. Meestal is het monumentale pand. Ja, mooi werk om te doen, zeg maar hier. Nieuwbouw is allemaal rood, dood, heuken, schuren, ja. Maar hier moet je het weer helemaal van de grond af opbouwen. Waar zijn jullie precies mee bezig op het moment? We moeten alle staal maken. Ja. Alle verflagen moeten eraf. Oké. Okay. Er zitten veel verf al op. Ja. Dus alles moet kaal gemaakt worden en dan moet het weer helemaal opgebouwd worden. Ja, dus echt helemaal naar beneden strippen en dan weer helemaal opbouwen. Ja. En nou, hoe lang zijn jullie bezig met het project ongeveer? Ik durf het niet te zeggen, maar dat duurt wel enkele weken. Ja, dat is een lang werkje, ja, geloof ik. Dat duurt wel enkele weken. En mocht je nou een pand kiezen om hier in Dordrecht nog te doen, welke zou dat dan zijn? Wij hebben bijna alle monumentale panden. Alles al gehad? Nou, wat was de mooiste dan om te doen? Ik ben op de Singel bezig geweest. Oké, okay. Dat is mooi. Ja. En is Dordrecht nou de echte schilderstad van Nederland? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, voor u wel in ieder geval. Ja, voor ons wel, ja. Ik denk dat de conclusie duidelijk is. Dordrecht is een prachtige oud-Nederlandse stad met enorm veel monumenten. En natuurlijk oude panden om op te knappen. En zoals je net al hoorde, is het voor de schilder heerlijk hier. En is het toch echt wel een beetje schilderstad. Ik zie jullie de volgende keer. Laat natuurlijk een comment achter. En heb je nou ook een leuk verhaal, idee of project? Laat het ons dan vooral weten. Subscribe voor meer en ik zie jullie snel. Doei doei!